Zichem. We gaan nu naar het laatste onderwerp voor de persconferentie. En dat is de afronding van het huidige schooljaar en de opstart van het komend schooljaar. Daar zullen de minister en de directeuren op ingaan. Minister, aan u het woord. Dank u wel. Dit is natuurlijk het meeste waarin u geïnteresseerd bent. Het is heel belangrijk om te kijken naar hoe de school is afgelopen. De afgelopen resultaten zijn belangrijk en die resultaten zijn binnen. Ik ga dat samen doen straks met mijn twee directeuren. Belangrijk is dat wij, gelet op het afgelopen schooljaar, gezegd hebben het volgende. Ik heb als minister die verantwoordelijkheid genomen in mei om hier aan het departement leiding te geven. En ik heb dus gemeend op basis van de ontwikkelingen die lopende zijn, niet al te grote stappen van ingrepen te doen of zodanige zaken op te pakken dat je problemen gaat krijgen in het lopend schooljaar. En ik heb toen gezegd, we gaan evalueren. We gaan kijken naar zaken die goed gaan, zaken die minder goed gaan. We zien een complicatie dat we natuurlijk in ons onderwijssysteem heel veel zaken lopen. We proberen een onderwijsvernieuwing te implementeren. Dat gaat altijd met wat weerstanden en zaken die minder prettig liggen bij een aantal mensen. Toch zie ik, moet ik zeggen, dat de schoolleiders een compliment mogen krijgen en ook de leerkrachten dat ze enorm hun best hebben gedaan de afgelopen 2 jaar. We gaan verder door met het vernieuwen van dat proces. Vooral de bovenbouw, wat we noemen de leerjaren 19, 11, 12, waar zowel MULO als LBO een stukje vernieuwing krijgt en dat is nodig, zijn er de nodige belangrijke stappen ingezet. En we evalueren constant om te kijken hoe zaken beter kunnen. En we hebben zo een schooljaar min of meer achter de rug, waarbij we ook gekeken hebben naar een aantal aspecten. Direct heb ik met mijn staf besloten om de schooldagen weer terug te brengen naar de 5-daagse week. En dat betekent dat waar er vroeger zo was dat om en om naar school gegaan wordt, door de omstandigheden die toen waren gecreëerd door COVID, hebben wij die teruggebracht als een stukje normalisatie. Waarbij we gaan proberen vanaf 1 oktober, en de meeste scholen zijn al overgegaan tot die 5 dagen, mijn complimenten daarvoor. We zien soms wat problemen rond volle scholen, volle klassen. We zien dat onze klassendelen, waar het dus teruggebracht wordt dacht ik, naar 24, het nu natuurlijk weer opgroeit naar richting 30, soms 35 zelfs. Maar we zullen ons best doen per school nog gericht te kijken hoe we daar een stukje ondersteuning kunnen bieden. Sommige scholen hebben wat lokale bij gehad, andere weer niet. Maar daar gaat dus de komende tijd veel meer aandacht worden besteed. Feit is dat we gekozen hebben, we gaan 5 dagen naar school. Dat is 1 aspect. Tweede is, heeft te maken met zaken die betreffen de instructie rond doorstromen. We troffen aan dat er afspraak is dat leerlingen doorstromen. En dat heeft dus heel veel informatie die dus waar mensen op een verkeerde manier interpreteren. De idee is achter is dat we zorgen dat we je instroom van kinderen in een nieuw schoolsysteem, of het nou lager school is of MULO of LBO, en je hebt doorstroom, dat betekent dat het kind eenmaal in het systeem is, moet natuurlijk de hele overgangen moeten goed bekeken worden. Wij hebben gezegd dat we zaken als blijven zitten en uitvallen in het systeem moeten gaan verminderen. De afgelopen jaren zijn er data beschikbaar, statistieken waaruit blijkt hoe moeizaam dat proces gaat. We kunnen ons niet meer veroorloven dat rond de vroegere 6e klasse, wat nu 8e klas heet, bijna de helft van de kinderen gewoon het examen niet haalt. En dat geeft dus veel problemen. Een deel van de kinderen wordt doorverwezen naar het vroegere LWGO, wat natuurlijk soms negatief in de oren klonk. Met eindonderwijs als 12-jarig kind, 16 jaar, kom je dus, kun je niet doorstromen naar een andere opleiding, dan moet je direct gaan werken. Dat is, hebben we verplaatst. We hebben die 12-jarige zaken rond het moment van examen, wat we kennen als de GLO, toen in de 6e klas verplaatst naar 2 jaar verder, waardoor het kind 14 jaar is, wat rijper is om keuzes te maken. En wij willen het beroepsonderwijs meer
aanzien geven en laten zien dat beroepsonderwijs in Suriname noodzakelijk is en stimuleren dat technische beroepen, praktische beroepen natuurlijk in de praktijk ook belangrijk zijn in deze samenleving. En vandaar we dus die vernieuwing hebben gebracht in met name het bovenbouw, zoals het mooi heet, MULO, LBO. Wat we nu zien is dat er wat protesten zijn, wat ervaringen opgedaan worden van hoe werkt dat doorstroommodel. Heeft het te maken met, als we zeggen dat de kinderen niet meer mogen blijven zitten, hebben wij verhalen begrepen dat er psychologische aantal aspecten is, dat we gratis overgaan. Dat is in de praktijk dus niet gebleken. Toch moeten we dat idee beter uitleggen, dat het bedoeld is om te letten op het kind, dat waar is het kind minder goed en sterk in, en proberen via een stukje extra lessen, we noemen dat met een mooi woord remedial teaching, toch te proberen met herkansingen meer aandacht te besteden aan het individuele kind. Dat is de filosofie. Ook werken aan zelfstandiger worden, eerder om een bepaalde stijl van leren te leren, waarbij het kind dus in staat is vroeg zelfstandig te leren. Dit soort aspecten spelen dus erg een rol op dit ogenblik. Dat is die veranderingen die je mee kan maken in didactische werkvormen, in het schoolmanagement in de klas, waar onze dragers van die vernieuwing zijn natuurlijk de leerkrachten en de directeuren en de schoolleiders. Geen makkelijk proces. Het is wennen van het oude, waar we erg geconcentreerd waren op de leerstof. Gaan we over dus naar meer het kind dat dus centraal staat. En dat is een switch, een mindshift wat dat tijd nodig heeft om door al het hele systeem te worden geaccepteerd. En daardoor gaan we veel meer investeren de komende tijd in de leerkrachten en onze schoolleiders. Belangrijk is dat wij de data nu verzamelen en gaan kijken wat dat doorstromen bent. Wij zijn gewend in cijfers te denken en overgaan met rode of blauwe cijfers. Wat wij nu doen, hebben we wat instrumenten in het systeem gebracht om meer te kijken naar het individueel kind. Dat is vrij goed gelukt, maar er zijn ook ervaringen die we hebben opgetekend dat we zeggen, moeten wij doorgaan met dergelijke instructie? Wij zeggen ja, maar op een aantal punten moeten we veiligheidskleppen gaan inbouwen. Dat kinderen niet ongenuanceerd met het niveau niet beheersen doorstromen. Dan gaan we dus goed met de scholen doorpraten, wat is de juiste manier om daar goede afspraken te maken. Moet het met onder condities of onder minder strenge condities, maar wij gaan zeker een aantal ideeën met de schoolleiders en de leerkrachten doorfietsen om aan te kijken van dat doorstromen ook gekoppeld gaat worden aan een aantal spelregels. Dat is een nuance die we willen brengen in het systeem. En dat is heftig om in één keer te zeggen gratis doorstromen zonder condities, zonder normen. We gaan er opnieuw aan kijken. De inspectie heeft ons al een aantal waarschuwingen gegeven, een aantal praktijkervaringen, vooral in de onderbouw, met name klasse 1 tot en met 4, hebben ze zorgen gedeeld, vooral klasse 3-4, waarbij toch wel gezegd is over rekenen, over lezen, over taal, dat er de nodige nuanceringen moeten worden gebracht. En die adviezen nemen we heel serieus. Heel serieus als ministerie, heel serieus als directie. Maar belangrijk is dat we daarop terugkomen met wat gerichte instructies naar de scholen toe per voor 1 oktober, omdat we het schooljaar goed willen beginnen met goede afspraken. Ik ga nu de directeur algemeen vormend onderwijs de microfoon geven om over het overzicht over de resultaten van het afgelopen jaar of het schooljaar wat eindigt nu met u door te bespreken. Ook van mijn kant goedemorgen aan allen, ook aan de kijkers. Als het goed is, heeft de pers de cijfers ook in een persmapje. Dus daar zou je met mij kunnen meekijken. Wat betreft de resultaten op VOS niveau, is middelbaar. Daar hebben we dus voor HAVO, dan komen we op 64,4% geslaagd. Ik zal alleen geslaagd opnoemen. Voor VWO is dat 78,8%.
Voor de pedagogische instituten, de voorlopige cijfers, is dat 68%. Voor IMEO ook voorlopig zitten we op 44%. En het nadeel, daar zitten we voorlopig ook nog op 68%. We zeggen voorlopig omdat er nog wat inhalen zijn. Er zijn ook nog wat herkansen. Dus vandaar dat we nog geen officiële cijfers wat die scholen betreft aan u kunnen doorgeven. We hebben gehad de uitkomst van leerjaar 10, de resultaten van leerjaar 10. En hier zeggen we dus ook voorlopig, omdat volgens informatie van het examenbureau er nog wat scholen hun het schooladvies naar het examenbureau moeten opsturen. Maar het is ongeveer verwezen naar academisch gericht onderwijs, AGO, dat is 51%. En naar het beroepsgericht onderwijs, daar zitten we op 49%. En het is, u zult zien dat het is uitgegooid in voor AGO in profielen en bij het beroepsgericht onderwijs in niveaus. En de percentages zijn daarachter voor u neergezet. Als we teruggaan in de tijd, dan als u de resultaten vanuit het achtste leerjaar, vroegere zesde klas, gevolgd heeft, dan zult u zien dat het eigenlijk niet zo significant veel verschilt. Waar het wel in verschilt en wat voor ons vooral van belang is, is dat we geen kind achterlaten. En vroeger was het zo dat de kinderen along the way uitvielen. Nu hebben we het dat toen we starten in leerjaar 9, we met een x aantal leerlingen zijn gestart, zo ongeveer 10.000, en ongeveer hetzelfde aantal heeft in leerjaar 10 ook de assessment gedaan. We kennen de excessen, inspecteurs kunnen vooral ervan meepraten en schoolleiders, de uitval die we hadden binnen het VOJ, vooral in klas 2 van zowel oud-MULO als LBO. Als we nu kijken naar de resultaten van leerjaar 10 qua uitval van kinderen, dan zeggen we dat we daar al succes hebben gehad. We gaan even het niet hebben over wat het niveau is van de kinderen, maar feit is, onze kinderen zijn op school. En we kunnen op zijn minst aan de kinderen aanbieden, als we kijken naar beroepsgericht, want als het cognitief, het kennen niet zo goed lukt, dan stappen we over op het kunnen. Dan kunnen we onze kinderen toch wel één van de niveaus aanbieden van beroepsgericht onderwijs, als dat kind niet verwezen is naar het academisch gericht onderwijs. Dus daar lijkt het al goed te zitten, maar we gaan door. Want elk systeem heeft zijn manco's. Het heeft zijn sterke kanten, maar ook zijn zwakke kanten. Het is een ongoing proces. Het is ook een proces van constante analyses, constante evaluaties, bijstellen, wat is goed, wat werkt niet goed, wat kunnen we behouden en wat moeten we laten of waar moet verbetering in komen. In dat proces zitten we nu. Maar nogmaals, we benadrukken, we werken er naartoe dat we alle kinderen kunnen meenemen, alle kinderen een plek kunnen geven, ongeacht waar. Als we kijken naar de toekomst van Suriname en de richting waar we naartoe koersen, dan hebben we kinderen op alle niveaus nodig.
En de minister heeft het gezegd en ik benadruk het. De focus is meer, zal meer en beter gericht worden op het beroepsonderwijs. We hebben kinderen, werkers, Surinamers op alle niveaus nodig. En we begrijpen het ook wel. Vroeger was het de rush naar de MULO-scholen. Het is er nog niet uit. En we kunnen het ook merken aan de bezwaarschriften. Maar de awareness moet er komen dat niet alleen dat academisch gerichte onderwijs van belang is voor de toekomst van onze natie, maar vooral het beroepsgericht onderwijs. Ik heb het summeer aangehaald, de bezwaarschriften zijn binnengekomen. Ouders mogen hun bezwaar bij ons neerleggen. Dat kon via e-mail en dat kon in hardcopy. De commissie is nu nog bezig met een herbeoordeling van het advies dat door de scholen is uitgebracht. En nu al zien we dat we voor een aantal kinderen kunnen komen tot een ander schooladvies. Van een aantal zal wel hetzelfde blijven, want u begrijpt, het is gewoon niet mogelijk om voor alle kinderen een ander advies uit te brengen als je vooral rekening houdt met de onderwijsgeschiedenis van dat kind, de studiemotivatie van dat kind, kort gezegd de vier pijlers, op basis waarvan dat kind is beoordeeld. De plaatsing van leerlingen, een hele grote uitdaging. Voor de plaatsing van leerlingen hebben we dus op vast niveau de inschrijvingscommissie. Omdat het nog steeds zo is dat bepaalde scholen trekken. En we dat stuk nog steeds vanuit het ministerie moeten organiseren. Totdat scholen zover zijn dat ze dat van ons kunnen overnemen. Maar het plaatsen op VOTS-niveau gaat goed. De uitdaging is de plaatsing van de leerlingen die gekozen hebben voor het driejarige HAVO. Er is niet bijgebouwd, dus we proberen met kunst en vliegwerk, zal ik zeggen, toch wel deze kinderen een waardige plek te geven om onderwijs te kunnen volgen. Wat betreft voor de VOJ-scholen, scholen voor voortgezet onderwijs, is er een plaatsingscommissie voor leerjaar 9. Die commissie is nog steeds bezig. Die leerlingen zijn geplaatst, daar is er gewerkt met toevoegscholen en dat loopt goed. Voor de kinderen die niet meteen geplaatst kunnen worden, die zullen dan geregistreerd worden. En op een later tijdstip zullen we ons erover buigen hoe we ook die leerlingen zullen plaatsen. Hetzelfde geldt voor onze leerlingen van het basisonderwijs. De eerste ronde inschrijvingen is geweest. De tweede ronde moet eraan komen. We registreren, maar we kennen het. Uit ervaring weten we dat nu veel ouders met hun kinderen zijn weggetrokken op vakantie, in vooral het binnenland. En dat we dus deze groep begin oktober terug zullen zien. En dat dan de tweede ronde plaatsing zal plaatsvinden. Dan zie ik dat ik het nog moet hebben over het aantrekken van leerkrachten. We kennen ons probleem. Leerkrachten trekken weg. Er is brain drain. Gelukkig hebben we voor de basisschool voldoende leerkrachten. Ook gelet op de onderwijsvernieuwing hebben we die leerkrachten nodig. Maar we hebben nog voldoende om ingezet te worden. Op VOJ en VOS niveau is dat wel een uitdaging voor bepaalde vakken. Natuurkunde, wiskunde, Spaans. Zowel in de stad
de districten als in het binnenland. Maar we werken er naartoe en we zijn constant, de bureaus zijn constant bezig om te kijken wie we, als we voldoende leerkrachten hebben en wie waar wil gaan werken. Dan denk ik dat het voor mijn gedeelte gehad heb. En dan geef ik door aan mijn collega Benanon. Dank u wel, collega. Goedemiddag, nogmaals, ieder. Goedemiddag. Mijn naam is Natasha Benanon, directeur administratief en technisch beheer. Goed, de minister heeft het eerder gehad over het 5 dagen naar school gaan. We weten wat de situatie is geweest na COVID. Niet een ieder kon elke dag naar school gaan. En nu, als het beleid is dat kinderen elke dag naar school zullen gaan, dan begrijpt u dat we daarvoor voldoende plek moeten hebben. We hebben eens in voorbereiding gehad het bouwen van scholen. De afgelopen periode hebben we de oplevering gehad van scholen die gerenoveerd waren in het district Brokopondo. Wij gaan door met het ondernemen stappen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie van scholen in zowel de kustvlakte als in het binnenland. Ik moet u doorgeven dat op dit moment, as we speak, er 34 lokalen worden gebouwd, verspreid over verschillende districten, maar in met name Paramaribo en Wadika. Zoals u weet hebben we in het zuiden van Paramaribo, we denken dan aan zeg maar Pontbuiten, het district Wanica, dat we kinderrijke gebieden hebben. En natuurlijk, wanneer we zeggen we gaan 5 dagen naar school, dan moeten we ervoor zorgen dat er voldoende lokalen zijn. We hopen dat we tegen 1 oktober de oplevering hebben van alle lokalen. Een deel van de lokalen is al opgeleverd. Ja, mevrouw Rosario heeft het daarnet geprogrammeerd. We hebben ook de renovatie van schoollokalen in districten in het binnenland en ook nog dienstwoningen. Het gaat om Mulo Brokopondo, LBO Brokopondo, op Malobi, op Grama, op de OS Grama Akonto Velanti, VUJ Stoemans Eiland, op Allianz, op Reensdorp, op Tatakolin, op OS Zeedijk, op OS Huwelijkszorg. In de vakantie zullen al deze lokalen als ook de dienstwoningen worden gerenoveerd. Maar u begrijpt, op het moment dat je nieuwe lokalen hebt gebouwd en ook nog de lokalen hebt gerenoveerd, we gaan naar 5 dagen school, leerlingen moeten geplaatst worden, dat we ook voldoende meubilair moeten hebben. We hebben de afgelopen periode in de maand mei een aanbesteding gehad. Als het goed is, wordt er nu meubilair geleverd door de leverancier. Dat wordt allemaal geplaatst in de magazijnen. Leerkrachten of de schoolleiders hebben reeds gevraagd naar meubilair. Wij moeten ervoor zorgen dat we de tekorten die er zijn op de scholen daadwerkelijk opheffen. Er is voldoende meubilair. Het is ook zo dat we van bevriende organisaties ook wat meubilair gedoneerd krijgen. Dus als de school op 1 oktober start, dan zijn we gegarandeerd van voldoende meubilair. We vragen ook aan de schoolleiders dat ze de behoefte aangeven, omdat als het ministerie die de informatie heeft van hoeveel meubilair er nodig is, we ook niet daarin kunnen voorzien. Er is voldoende meubilair, en ieder kan gegarandeerd zijn van meubilair op de scholen. Oké. Een ander punt is ook het aspect van vervoer. We hebben vorige week een bekendmaking de deur doen uitgaan dat de registratie zal beginnen. De registratie is vandaag begonnen aan de Jasroenstraat. We hebben zoveel mogelijk getracht om via de school de registratie voor vervoer in orde te maken. Dat is ook gebeurd, maar het is altijd zo dat je elk jaar weer hebt dat niet iedereen dat op tijd doet en dat de mensen toch ervoor kiezen om richting de Jesserunstraat te gaan. Dat alles wordt in orde gemaakt, want wij moeten ervoor zorg dragen dat op het moment dat de school begint op 1 oktober, dat elk één kan worden vervoerd. Er is, in die bekendmaking is ook aangegeven
aangegeven. In de bekendmaking was ook aangegeven welke districten of welke leerlingen van de districten zich kunnen aanmelden. Voor corona is er wel een wijziging, omdat gisteren na afstemming met de DC daar zo, er is aangegeven dat de registratie gewoon in het district corona kan geschieden. We bekijken de mogelijkheden om ook voor Para en Brokopondo de registratie ter plekke mogelijk te maken. Maar je toch wel wil voorkomen dat je die drukte niet krijgt aan de Jesserenstraat, maar je wil daarmee ook ouders en leerlingen tegemoet komen. Oké, dat was het voor wat mijn deel betreft. Ik geef terug aan... Dankjewel mevrouw Benana. De sprekers hebben hun onderwerpen aangehaald. We gaan dus nu over naar de vragenronde. Per mediahuis krijgt u de kans om 2 vragen te stellen. We vragen dat die vragen dus natuurlijk wel heel kernachtig en to the point worden geformuleerd, zodat het vlot gaat. We gaan werken met de presentielijst zoals die is getekend. En u krijgt de mic dan van mij. En dan kunt u dus uw 2 vragen stellen. Indien er nog tijd is, krijgt u de kans om meerdere vragen te stellen. We starten met Key New Suriname. Goedemiddag, Sherwin Hombak van Key New Suriname. Een vraag, als we naar de cijfers kijken van leerwerking. Dus 10.002 leerlingen hebben meegedaan aan het examen en er is advies gegeven aan 5.972 leerlingen. Wat is er dan gebeurd met dat andere deel? Het gaat hierbij om bijna 4.000 leerlingen. En nog een vraag, wat is uitstroom? Wat houdt dat in? Waar gaan de leerlingen die verwezen zijn naar de uitstroomrichting? Ik kan meteen op de vraag worden ingegaan. Advies is gegeven aan 10.002 leerlingen. 5.000, het advies dat terug moest gaan vanuit de scholen naar het examenbureau, dat is dan de 5.000. Mevrouw Pelswijk, zo is dat toch? Maar alle kinderen hebben een advies gehad. Maar wat voorlopig teruggegaan is naar het examenbureau, daar zit hem die 5.000 in. Dat is die 5.000. Maar alle kinderen hebben een advies gehad. Bij uitstroom, dat wil zeggen de kinderen die verwezen worden naar het praktijkonderwijs. Dat zijn de kinderen die dus geen, niet al zodanig de, of profielen hebben gehaald en de niveaus. En meestal zijn dat de iets oudere leerlingen die komen dan terecht in het praktijkonderwijs. Dat is de uitstroom. Ja, dus nogmaals, uitstroom heeft te maken dat we na de 10e jaar goed kijken wie is nou geschikt voor algemeen vormend onderwijs om door te sturen naar HAVO, VWO, dat is de academische lijn. De andere kant is beroepsvorming, waarbij we verschillende mogelijkheden hebben om een vak te leren, dienstverlening, dan technisch. Daar is een hele waaier van mogelijkheden om dat te leren. En dat stimuleren we ook. En dat doen we op basis van een instrument waarbij gekeken wordt naar de talenten van het kind. De ene is een begiftigde wetenschapper in de toekomst, de andere is meer beroepsgeoriënteerd. Maar wat precies? Ik zeg, dat is dus stimuleren. Dat zijn de uitstroomprofielen die je kan hebben. Dus de hoofdtakken zijn beroepsonderwijs en natuurlijk algemeen vormen. En binnen natuurlijk beroepsvormend heb je een heleboel mogelijkheden, keuzes die je kan maken. Ja? En aan de bovenkant zie je ook dus dat traditioneel de academische lijn algemeen vormend is
dat je natuurlijk ook mogelijkheden gaat hebben om straks naar de universiteit te gaan, naar de hoger onderwijsinstellingen. Aan de andere kant gaan we doorstromen naar NATIN en IMEAO. Dat zijn echt die beroepsgerichte takken. Dat sturen we op deze manier in de uitstroom. We gaan naar de volgende persoon. Dilliscore Aversi, mevrouw Tayapin. Goedendag. Ja, ik zal het kort houden. De tekortkomingen die geconstateerd zijn van onze kant. De toetsafname. Er wordt gewerkt bij een toets, een landelijke toets, met absoluut normeren en relatief normeren. Dat is vooraf normeren of achteraf. Of een combinatie daarvan. Als de kinderen aan die combinatie hebben meegedaan, dan volgt er na de toetsafname een bijstelling. Ik wil het examenbureau vragen, is die bijstelling geschied? Als het is geschied, dan zijn de cijfers nog zo laag zijn, dan is het inderdaad wat hapert er wat aan die toets. Twee, de kinderen hebben gewerkt op de scholen met een formulier, antwoordformulier met doorslag. Dat houdt in dat er een kruiscorrectie plaats zou moeten vinden tussen school en examenbureau. Is dat geschied? Zo nee, waarom niet? Is het niet geschied? Waarom hebben de scholen de correctiesleutels niet gehad? En verder, dat is eerste vraag, want dat is toetsafname. Tweede vraag, de uniformiteit. Scholen, kinderen doen aan een landelijke toets mee. Dat is uniform. Dus ze moeten ook uniform behandeld worden. School A heeft minder effectieve schooldagen gehad dan school B. 3 dagen. School B heeft 5 schooldagen gehad. School C heeft door grote regenval ook minder schooldagen gehad. Zijn de mensen gelijk geëindigd met de leerstof? Hoeveel leerstof hebben de kinderen niet gehad? Wat is er gebeurd met de achterstanden op school? Is er haastwerk geleverd? Verder nog steeds daarover. In Minov Buskopu, dat is editie 5, staat... Ik denk dat u 2 vragen alleen gaat. We zullen het laten beantwoorden nu. Yes. Wie zal de vraag beantwoorden? Mevrouw Pelswijk. Ook van mijn kant, goedemiddag. Ik wil alvast starten met het beantwoorden van de eerste vraag, waarbij er is gesteld, gevraagd, of er een bijstelling is geweest. Uiteraard, vandaar dat we hebben gewerkt met het landelijk gemiddelde. Normaliter hebben we vooraf een censuur bepaald en aan de hand daarvan, na de afname, komt de bijstelling. En de bijstelling komt ook aan de hand van het landelijk gemiddelde. Maar nu hebben we gewoon het landelijk gemiddelde genomen. Dus er hoefde niet apart weer een bijstelling. Want als de censuur daar ligt en het landelijk gemiddelde is hier, dan passen wij dat aan. Maar nu hebben we vooraf gesteld, wij gaan werken met het landelijk gemiddelde. Dus je hoeft daarna geen bijstelling meer. Een bijstelling vindt plaats als men ontevreden is met de toetsuitslag. En iedereen was ontevreden met de toetsuitslag. Nee, er vindt geen bijstelling plaats aan de hand van ontevredenheid. Er vindt een bijstelling plaats aan de hand van hoe de kinderen hebben gewerkt. En dat is dus gebeurd. Ja. De volgende vraag. Ja, dus als je een item hebt, als een bepaald vak heel slecht is gemaakt, ga je naar die opgaves kijken die slecht en daar corrigeren. Dat is niet aan de orde geweest. Klopt. Wat was de volgende vraag? Uniformiteit. Ja, we weten dat er geen uniformiteit is, nou in de zin van dat sommige scholen, sommige leerkrachten of sommige scholen inderdaad 3 dagen naar school gingen en andere niet. Er is een programma en daar hebben we het gemiddelde van genomen. In die zin van, als school X bijvoorbeeld bij hoofdstuk 10 was en school Y komt 3 keer per week en is dus nu bij hoofdstuk 5, hebben we dus gewerkt met die hoofdstukken. Vooraf is er ook een programma gestuurd naar de scholen, want dit is waaruit er
geput gaat worden. Dus dat wisten scholen wel. En die kruiscorrectie? Ten aanzien van kruiscorrectie, er zijn gecommitteerden, dus het hoeft niet naar de school. De school heeft de antwoorden, dus als er iets is, kan de school daar altijd weer op terugkomen. Ja, hartelijk bedankt mevrouw Pelswijk voor het beantwoorden van de vragen. We gaan naar het volgende mediahuis en dat is Trishul TV. Heeft Trishul TV vragen? Ja. Ja. Goedemiddag. De heer Jomai heeft het gehad over de schoolboeken. En mijn vraag is of er voor elk kind straks bij het start van het nieuwe schooljaar wel voor elk kind een schoolboek ter beschikking is, want veelal zien we dat de kinderen het met kopietjes moeten doen of het les wordt gewoon op het schoolbord geschreven door de leerkracht. En is er nog behoefte aan nieuwe schoolboeken voor andere leerjaren? Dat zijn alvast mijn twee vragen. Dank u. We hebben bij het drukken van de boeken serieus rekening gehouden met het aantal leerlingen binnen het basisonderwijs. En ik kan u geruststellen dus dat voor iedere leerling er voldoende boeken zijn. Dus iedere leerling heeft wel de nodige boeken. En voor wat betreft dus de boeken voor de voorgaande leerjaren, voor de lagere leerjaren, dan wil ik graag verwijzen naar mevrouw Benanon, als zij even erop kan ingaan. Ik gaf het eerder al, er is een aanbesteding gehouden in de maand mei. En er zijn ook boeken besteld voor alle leerjaren. De boeken die nu gangbaar zijn, de boeken die nu gebruikt worden, zijn er boeken besteld. De leverancier is nu bezig met het drukken van de boeken. Ja, we hebben een speciale afdeling, LPD, waar dus een hele bestand van de nationale curriculum boeken worden besteld, ze zitten op stapels en de voorraad wordt aangevuld. Dus er is altijd een ongoing hoeveelheid boeken die in de magazijn zitten. En op basis van de behoeftes van de verschillende directeuren, schoolleiders, gaan we naar de distributie. Dat wordt steeds aangevuld. De nieuwe materialen zijn ook extra erbij gekomen. Dus het verhaal over fortjes en zo is al lang een beetje achterhaald. Ik weet dat sommige mensen in het verleden soms leven. Maar er is duidelijke grote stappen gemaakt, moet ik zeggen. Dat moet echt als een compliment gezien worden van dit ministerie en ook de regering. Dat we langzaam uit het dal komen en dat we echt dat soort verhalen achterwege moeten laten. We hebben duidelijk geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen en dat ziet u ook vandaag. En ik denk dat we daardoor echt een stijgende lijn krijgen. Dankjewel minister. We gaan nu naar het volgende mediahuis, dat is De Ware Tijd. Goedemiddag. Ik wilde weten hoeveel bezwaarschriften er zijn ingediend voor het leerjaar 10. En mijn tweede vraag. Ik ben zelf moeder van een leerling van leerjaar 10 die examen heeft gemaakt. En wat me dus opviel is dat ik vroeg wat is het examencijfer dat hij gehaald heeft. En de juf die gaf me dus een rapport. En op dat rapport zag ik dus een score, landelijk gemiddelde en de zeg maar persoonlijke score. En ik vroeg oké, dus op basis daarvan is er bepaald als het kind geslaagd is of niet. Mijn vraag is de norm die gehanteerd, is dat de norm die gehanteerd is dus op basis van het landelijk gemiddelde? Heb ik dat goed begrepen? Oké. Gaat u ons ondersteunen? Ja, de norm is aan de hand van het landelijk gemiddelde. Hebben de leerlingen gescoord op of boven het gemiddelde, dan afhankelijk van natuurlijk de richting of het niveau, dan gaan ze een bepaalde richting op. Ja, nee, dat is ten aanzien van de resultaten van het schriftelijk examen. Daar heeft u het toch over? Ja.
Ja, het is om en bij, het komt op hetzelfde neer. In die zin van, als je bij wijze van spreken voor, je gaat makkelijk kiezen, wiskunde, als je B-richting op wil gaan, weten we dat je voor wiskunde en natuurkunde hoog moet scoren. Of tenminste, vroeger hadden we 6 om 7, precies. Nu is het, als je profiel B wilt halen, moet je ten aanzien van natuurkunde en wiskunde op of boven het landelijk gemiddelde liggen. En een combinatie met de talen. Yes. En natuurlijk is dat niet alleen bepalend. We hebben de 4 pijlers die dus, want ook het, de onderwijsgeschiedenis van de leerling is bepalend. Ook daar moet je dan een bepaald percentage van de doelen behaald hebben. Ja, duidelijk. Ik moet even erop wijzen dat mevrouw Pelswerk is ons hoofdexamenbureau en ze geeft op een geweldige manier leiding aan het examenbureau. Vandaag zit ze even daarom dat ze een persoonlijke situatie is. Ze is in de rouw, ze heeft haar moeder verloren. Ook vanuit onze kant, dus onze condoleances. Maar ze is toch zo sterk als een vrouw om hier te zijn om ons te ondersteunen. Dank u wel, mevrouw Pelswerk. Tweede vraag, het aantal bezwaarschriften die er nu zijn ingediend. We zitten rond de 400-500. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende mediahuis en dat is Star News. Heeft u vragen? René Hampers, Star News. In de categorie hebben 10.000 kinderen meegedaan aan het examen. En 5.000 is geadviseerd om terug te gaan naar het examenbureau. Wat betekent dat eigenlijk? En er is eerder aangegeven dat het schooladvies herzien zal worden. Wat houdt dat in de praktijk? Gaan sommige kinderen uiteindelijk een klas opnieuw moeten doorgaan? En wat wordt er herzien? Er is aangegeven, 10.000 kinderen hebben dus deelgenomen. Het schooladvies wordt door de school aangegeven. Die kinderen krijgen een schooladvies vanuit de school. En dat advies moet opgestuurd worden naar het examenbureau. Tot nog toe hebben niet alle scholen het nog opgestuurd. Maar alle kinderen hebben wel een schooladvies. Maar die mailtjes, u weet hoe het gaat met ons mailverkeer. Nog niet alle scholen hebben het opgestuurd. We hebben tot ongeveer de helft van de scholen hebben gestuurd. We hebben vandaag met ze gebeld. Ze doen het in de loop van de week. Dus dan hebben we alle adviezen hopelijk volgende week. Yes? De bezwaarschriften die zijn binnen. We gaan dat bekijken en eventueel, als dat nodig is, wordt het herzien. In die zin, mocht het zijn dat een school inderdaad, of bij wijze van spreken, het schriftelijk examen en de onderwijsgeschiedenis van dat kind, als zodanig is dat het kind eventueel een bepaalde richting op wilt gaan, de richting die de ouders eventueel willen, en dat kan, dan wordt het herzien. Toch? Het advies, het schooladvies dat de school heeft gegeven. Maar is het zo dat wat de school heeft gegeven gewoon correct is, dan blijft dat zo. Yes? Dank u wel. Dan hebben we nog Lim FM. Heeft Lim FM vragen? Goedemiddag. U schetst hier een mooi plaatje. Maar als we met ouders praten en ook met de leerlingen, schijnen ze het hele systeem niet te begrijpen en is het nog steeds heel erg verwarrend. Een ouder gaf gisteren aan dat op een rapport is geschreven doorstromen, dus er komt dat voor op die rapporten dat er staat doorgestroomd. En die kinderen die zijn helemaal de kluts kwijt. En aan u minister, ik ga straks dat laten voor mijn tweede ronde, maar iemand geeft hier aan, de kleuterklassen hadden het afgelopen jaar helemaal geen werkboeken. De ouders moesten gaan kopiëren en zelf boeken aanschaffen. Zal dat nu helemaal gecorrigeerd zijn? Wat het
laatste betreft, mij zijn het niet bekende dingen, maar moeten we de schoolnaam noemen en dat soort dingen. Ik heb niks aan dit soort algemene opmerkingen. Maar ik neem het wel serieus als wat hij dat zegt, maar daar moeten we iets bij noemen, hè? Welke school, et cetera. Want we, voor zover ik het weet, wordt er enorm geïnvesteerd in ook een kleuterschool met nieuw materiaal. Dus ik vind dit wel een soort opmerking waar ik zeg, ja, ik moet het ergens plaatsen, maar dan moet u specifieker zijn, hè? Ik bedoel dat van die daarboven? Ja. Senia-school. Oké. Senia-school is het genoteerd, we gaan dat even onderzoeken. Ja, oké. En die eerste vraag, Wat wij zien is, het beeld kan wel zo zijn, het is een beleving buiten. Wanneer wij letten, we hebben gisteren bijvoorbeeld een meeting gehad met de directeuren van RBO-scholen en ook MULO. En ik herken dat beeld niet. Maar het zal altijd zo zijn als je naar de radio luistert in de pers dat er mensen zijn die opmerking maken dat ze iets niet begrijpen. We zullen structuren moeten hebben. Ik ben nu bezig een helpdesk service op te zetten. Dat ouders dat die dat ook de mogelijkheid kennen als ze iets niet begrijpen. Dat ze ergens een moment moeten hebben om het uitgelegd te worden. Maar wij hebben de indruk dat als we gewoon kijken naar de samenleving op dit ogenblik, is een groot deel heeft wel degelijk begrepen waar het om gaat. En ik ga echt niet de verhalen gaan geloven dat het zo bad en slecht is, zoals jullie daar willen suggereren. Nogmaals, jullie zijn de oren en de ogen van de samenleving als pers. Dus die opmerking moeten we een plek geven. Maar het is helemaal niet zo dat het zo banaal is dat in deze samenleving men niet begrijpt wat die vernieuwing is. Niet op scholen, niet bij leerkrachten en niet in de samenleving. Dus we hebben een paar individuele gevallen. Die moeten we een plek geven om te luisteren naar de mensen. Dan moeten ze die vraag wel stellen richting het systeem van dit ministerie. Zodat we kunnen uitleggen, we hebben een naam, we hebben een school. En dan kunnen we specifiek vragen uitleggen waar het over gaat. Maar ik kan niks meer met zo'n algemene opmerking, weet je. Ja, dank u wel. De vragen zijn beantwoord. Ik geloof dat ieder mediahuis... Ja. Ik geloof dat ieder mediahuis wel de kans heeft gekregen om twee vragen te stellen. We zijn dus nu gekomen aan het einde van de persconferentie. Hier is er nog een algemeen statement die gemaakt zal worden. Oké. Ik denk dat dan iedereen één vraag nog erbij krijgt, anders gaan we dan heel erg buiten de tijd gaan en dan komen we in gedrang. We gaan dus weer de presentielijst af en beginnen we weer met Kinews. Eén vraag per mediahuis. Is het waar dat bij het geven van het schooladvies aan een leerling niet rekening is gehouden met de resultaten van het examen? Er is alleen gekeken naar het aantal behaalde leerdoelen, geschiedenis van de leerling en het organiseren van de examenmarkt. Is dat wel waar? Goeiedag samen. Dat is niet waar. Ik kan kort zijn, het is niet waar. Maar er zijn wat issues wel, waarbij het gevoel bestaat, maar de school heeft instructie gehad. We hebben vanuit het examenbureau veel trainingen verzorgd aan de leerkrachten en de schoolleden om goed te interpreteren op vier componenten. En dat is zorgvuldig gebeurd. De vraag is natuurlijk, in hoeverre zijn leerkrachten natuurlijk in staat om het goed uit te leggen aan bijvoorbeeld ouders. Tweede is aan de andere kant, hoe geïnteresseerd is een ouder in dit soort dingen? Sommige mensen nemen het voor lief en ze gaan die interactie. De bedoeling is juist in die driehoek, schoolleiding, leerling en de ouders,
goed door te praten de interpretatie van wat je kind heeft gepresteerd. De schoolleiding heeft natuurlijk historische informatie over gedrag, prestaties van het kind van tevoren. En juist is het zo bijzonder dat deze manier van beoordelen veel beter is dan we vroeger hadden, alleen maar cijfers. Je kreeg de 4 voor geschiedenis, je weet duidelijk wat dat betekent, je hebt slecht gewerkt, heet dat dan. Dus wij proberen het nog meer te objectiveren door ouders meer te betrekken bij hun prestaties van hun kinderen. En over te praten over de toekomst van je kind. Waarin heeft mijn kind talent? En dat zie je door die informatie op 4 componenten. Dus ik wil u toch zeggen dat wij best wel zorgvuldig ermee om zijn gegaan. Desalniettemin hoor je inderdaad uit het veld een paar dingen. Maar de praktijk is dat we heel zorgvuldig met deze zaak zijn omgegaan. En in de bezwaarschriftprocedure gaan we nog een keer kijken. Is er werkelijk onterecht misschien een verkeerde interpretatie geweest voor het advies? Gaan we opnieuw naar kijken. Dus we hebben nu ongeveer 5% is dus bezwaarschrift geworden. En die gaan voor ons een bijzondere kans kijken om al die situaties te kijken. Maar wij proberen nog steeds zorgvuldig te zijn. Door meerdere componenten in die beoordeling mee te nemen, krijg je een veel eerlijke beoordeling van de potentie van het kind. Dank u wel. Telescore Aversie. 1 vraag. Ja, ik zal het houden bij 1 vraag. In het MULO bulletin, onderwijs EDC Boskopu, 5 mei juni, pagina 3, staat een van de pijlers van de doorstroming is het studieprofiel. En we zijn mensen die uniformiteit willen betrachten. Bij studieprofiel staat er dat tenminste 2 leerkrachten een vragenlijst moeten invullen. Als je het woord tenminste neemt, dan wil dat zeggen dat school A 2 leerkrachten neemt, maar school B neemt gewoon 7 leerkrachten en school C neemt het hele team. Zijn de kinderen dan uniform beoordeeld op alle scholen? Ik zal deze vraag beantwoorden. Mevrouw Pelswijk. We kennen de setting van de scholen niet. Vandaar dat we hebben gezegd tenminste 2 leerkrachten. In de training hebben we de leerkrachten wel gevraagd om zoveel mogelijk, dus het liefst alle leerkrachten die lesgeven aan dat kind erbij te zitten. En ik hoop van harte, dus de leerkrachten hebben zelf aangegeven, voor hun is dat ideaal dat ze dat doen in een vergadering. Zoals ze dat in het verleden ook al deden bij rapportvergaderingen. Dus dat is het. Dank u wel. Hoe meer leerkrachten iets over het kind kunnen zeggen, hoe betrouwbaarder je dus een beoordeling krijgt. Maar je zal niet overal het kunnen doen, maar inderdaad, hoe meer leerkrachten betrokken zijn bij de beoordeling van het kind vanuit het perspectief van verschillende vakken, hoe een beter beeldje krijgen over de prestaties van het kind. Ja, dank u wel. Trishul TV, heeft u nog een vraag? Ja, mevrouw Bendraman, u heeft het gehad over de extra lokalen die bijgebouwd zullen moeten worden. En u noemde 34 lokalen die op dit moment bijgebouwd worden. En u heeft het ook gehad over voldoende meubilair. Maar nou gaat het bij mij erom. Is er een begroting vanuit het ministerie hoeveel lokalen we landelijk nodig hebben? Want steeds horen we, er worden maar 34 lokalen bijgebouwd. Maar landelijk, is er een begroting vanuit het ministerie, landelijk, hoeveel lokalen, hoeveel scholen we exact nodig hebben? Ja, meneer Kanish, natuurlijk is er een begroting. De vraag is, hoeveel hebben we op de begroting? We weten dat de behoefte er is. En al naar gelang de situatie in de maatschappij, we zien een migratie. We zien dat in bepaalde gebieden in het land er veel meer mensen gaan wonen dan in andere gebieden. Je zou kunnen zeggen, in Wanica of in het zuiden van Paramaribo hebben veel meer mensen dan zeg maar in het noorden. Het hangt er allemaal vanaf
hoeveel lokalen je bij kan bouwen. We zitten met een issue. Natuurlijk moet je terrein hebben. Het is een ideale situatie als je 20 leerlingen in een klas kan hebben. Maar u weet ook dat dat allemaal niet kan. En we moeten het roeien natuurlijk met de riemen die we hebben. U zei het eerder al, of u vroeg het, een begroting. We weten dat het niet optimaal is. Met de weinige middelen moeten we bijkans 350 scholen zien te renoveren. En u weet al wat het kost om één lokaal te renoveren. Het is enorm veel geld. Dus je maakt je planning, maar het is niet altijd, het komt niet altijd uit. We proberen te roeien met de riemen die we hebben. Dat is het. Dus de behoefte bedoelt u? Als u zegt zijn formaat, het is niet dat je een lokaal kan verhuizen vandaag en je bouwt hem morgen. Als je een lokaal bouwt, blijft die staan. We weten dat we in het zuiden moeten nagaan waar we terrein kunnen vinden om te bouwen. Vandaar dat wij ook gekozen hebben om in die gebieden de lokalen neer te zetten. Ik zal het even nog een keertje opnoemen, waar we die lokalen krijgen. Op OS Latour 2, daar hebben we één lokaal gekregen. Tenminste, één lokaal is al opgeleverd. We zouden daar veel meer lokalen kunnen neerzetten. Maar het terrein, dat is er niet. Er is geen ruimte op het terrein. Maar daar hebben we zeker behoefte aan 5 lokalen. Op Hannesluis, daar hebben we ook één lokaal voor elkaar kunnen krijgen. Maar ook, daar is er geen terrein. De school heeft geen ruimte meer. Er is steeds bijgebouwd. En we zien ook de trek van de populatie naar die kant toe. Dus er is geen terrein om nog een lokaal neer te zetten. We hebben op OS Helena Christina, daar hebben we momenteel 4 lokalen in uitvoering. Die nu, dus 2 zijn op de OS Helena en op de Anne Bakkerschool krijgen we er 2. Op OS Rahan hebben we er 2 lokalen bijgebouwd. Die zijn al opgeleverd. Op OS Kwarasang 1 krijgen we 3 lokalen. Op OS Kwarasang 2, 3 lokalen. Op OS Magenta, 3 lokalen. OS Santopolder, 3 lokalen. OS Onverwacht, 5 lokalen. OS Onverdacht, 2 lokalen. En OS Mijnzorg, 5 lokalen. Dus u merkt in welke gebieden we de lokalen zullen neerzetten. Vanwege de populatie. Even aanvullen, ik begrijp uw vraag hoor. We hebben een landelijke dekking vanuit het ministerie. Als je kijkt, 550 scholen. We hebben eindelijk nu een goede database waar we zien wat de status is van die verschillende scholen. We zien demografische gegevens waarbij de groei enorm is in bepaalde districten en afname in andere. We zien de grote behoefte in een aantal districten voor extra scholen, vooral VOS-scholen. Dat betekent, wij gaan in de toekomst moeten kijken naar een goede mapping van dit soort zaken. Het gaat om enorme bedragen. Maar wil je natuurlijk onderwijs werkelijk serieus nemen in ons land, gaan we zwaarder ook politiek geld moeten vrijmaken om te bouwen. En ik denk wat ook de directeur zegt, we gaan misschien ook anders moeten gaan bouwen, de lucht in. Ja, we zitten nu vlak door de beperking van bijvoorbeeld grond. Ga je de lucht in. Maar de vraag is die fundering van de bestaande gewoon stevig genoeg? Dus er zijn heel veel problemen waar we gaan misschien echt de lucht in moeten bouwen. We kunnen 2 hoog, 3 hoog, waardoor je op diezelfde ruimte, maar we gaan echt een paar, en dat is die vraag achter die vraag van u, terechte vraag, omdat wij echt een keertje een goede mapping moeten gaan maken in welke districten, welke scholen moeten komen, wat is hun status en wat extra. De groei van de jonge kinderen is in bepaalde hele rijke kinderen, bepaalde wijken is enorm. We zien die knelpunten enorm in Paramaribo. Dat gaan we ook voelen het komend schooljaar vanwege 5 dagen, et cetera. Maar u heeft gelijk, achter die vraag schuilt een zwaar planningsvraagstuk. Ik noem het onderwijsplanning. Dat je de stromen van je bevolking goed moet gaan monitoren. De groei. En dat moet zich vertalen in scholen. Het aanbod van scholen. Primair, secundair. En vooral, wij hebben een groot tekort aan VOS-scholen. Maar daar komen andere problemen bij. Waar vind je die leerkrachten? Scholen zijn één ding. Maar je moet ook die scholen bemensen met natuurlijk goed gekwalificeerde leerkrachten. Dus die spanningen nemen toe. Dat systeem begint grote fricties te krijgen. En dat voelen we, het ministerie voelt het aan alle kanten. We doen ook sommige districten tekort. Omdat we allerlei creatieve gedachten moeten bedenken
om leerkrachten ook naar het binnenland te krijgen, leerkrachten. Dus het systeem begint behoorlijk te knorren, moet ik zeggen. We gaan daar een goed antwoord in de toekomst op moeten vinden. En dat moet niet lang op zich wachten. Dus dat is wel terecht uw gevoel achter die vraag. Maar ik zeg, het is een probleem. We proberen noodoplossingen te doen, noodverbanden te leggen. Maar die grote vraagstelling moet echt goed opgepakt worden. Als aanvulling, in het volgende project met BEEP, krijgen we toch wel 3 complete scholen in het district Wanica. Op nieuwe grond en op de stad krijgen we 2 complete nieuwe scholen. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vraag, dat is van Stanius. Ja, ik zag even naar die vraag. Bij een van die inleidingen was aangegeven dat die kinderen, ze blijven nu op school, dus ze haken niet af, ze blijven wel. Maar we gaan het even niet hebben over de kwaliteit. Dus de vraag is, met deze vernieuwing kun je meten of het, de kwaliteit van, of het niveau van die kinderen beter geworden is? Waarom ik dat ook vraag? Ik zag in een van die charts dat een, het advies voor academisch onderwijs en beroepsonderwijs bijna even hoog is. 50 om 49 iets. Is dat altijd zo geweest? Of is dat, manifesteert zich dat bij dit nieuw jaar, bij dit nieuw systeem? Hoe was het voor het systeem? Ja. Kijk, als je de statistieken bekijkt, heb je 60-40, waar je dacht ik 60% ging naar MULO en 40% naar MWO. We zien dus die 50-50 hoeft niet iets slechts te indiceren hoor. Dat zegt het een zekere balans, maar het zal natuurlijk landelijk per jaar kunnen verschillen. Maar als je een balans hebt, 50% hoeft dat niet iets op slechts uit te duiden. Maar dat betekent dat er misschien meer waardering is voor het beroepsonderwijs. Maar dat zullen we in de komende jaren moeten zien. Maar we moeten dus het beroepsonderwijs meer gaan promoten. Met de correcte curricula, met de correcte kansen op de arbeidsmarkt. Want natuurlijk, je moet ook goed kijken, we hebben grote tekorten in het beroepsonderwijs. Denk maar, iemand moet verven, iemand moet bijvoorbeeld simpele monteurswerk. Er is een heel groot gebrek aan technische specialisten in ons land. Dat merken we, iedereen merkt het. Ga een goede tuinman vinden, tot en met noem maar op in de horeca. Dus dat betekent dat zal zich in de komende tijd zich ontwikkelen. Het beeld in Suriname is, mijn kind moet naar de MULO om vervolgens naar de universiteit te gaan. Dat is het ideaal beeld van elke ouder, dat moeten we toegeven. En dat zit in de 60%, 65% zit toch wat ideaal, wil zijn kind naar MULO hebben. En je voelt het ook aan de protesten dat sommige mensen zeggen van ja, het advies van mijn kind naar bijvoorbeeld het lager beroepsonderwijs vinden ze niet leuk. En dan gaan ze onderzoeken waarom is het tot stand gekomen. Je kan het uitleggen. Dit soort elementen spelen nog. Dus het meten van dit soort zaken gaan we toch pas over 2 jaar zichtbaar kunnen maken. Of deze manier van werken, het onderwijssysteem, betere effecten heeft. Als je dat letterlijk wil onderzoeken dan het vorige. We hebben data nodig. Wat we nu hebben is voor het eerst hebben we dus de jaar 10 gehad. En we gaan leren van natuurlijk ook de assessment en de procedures om het alleen maar beter te maken volgend jaar. En op schaalgrootte binnen 2 jaar kan je echt een goed oordeel vellen, eerlijk gezegd, als ik het voorzichtig mag zeggen, of het nieuwe systeem beter is dan het oude. Je moet data verzamelen. Dank u wel. Dan gaan we naar de laatste vraag uit de zaal. Dat is voor Lim FM. Voordat ik uw vraag stel, een opmerking. Minister, vaker heeft u het erover dat we algemene opmerkingen plaatsen. Dat is wat we moeten doen. Want wanneer we bijvoorbeeld, wanneer iemand met een klacht komt, vragen we niet specifiek op welke school zit u of van waar komt u. Dus zo gaan wij die algemene opmerkingen plaatsen. Maar u geeft altijd aan, u kunt niet op algemene dingen. U moet in het veld zijn en kijken wat er daar gebeurt. Dat is dus in grote zin. Iemand hier in de live geeft u advies, waarom probeert u niet gepensioneerde leerkrachten weer in dienst te nemen? Maar mijn vraag is, en die vraag leeft ook in de samenleving, men wil weten, graag weten van u, waarom de 2 dames, mevrouw Hoever en mevrouw Ormskerk,
zijn ontheven. Is er sprake van rancune of is er iets anders dat ten grondslag ligt? En tenslotte die bezwaarschriften. Mensen willen weten, als het examenbureau wel competente mensen heeft die echt goed om kunnen gaan met de bezwaarschriften en wat eigenlijk anders dan wat u heeft aangegeven echt het karakter is van de bezwaarschriften. Ja, op die eerste vraag, die opmerking, ik blijf erbij dat ook journalisten u als de media een verantwoordelijkheid hebben om dit soort opmerkingen, dat iemand per toeval iets zegt of het serieus is. Maar je moet oppassen met generaliseren. Je maakt deze samenleving, raakt op houden, social media, slecht nieuws, fake nieuws, onterecht nieuws. En daar is mijn voorzichtigheid. Wij doen moeite in deze onderwijssector met de beperkte middelen, met alles wat we hebben, om het kind centraal te staan. En natuurlijk maken we fouten en dingen zijn misschien minder goed geregeld. Maar wat niet kan, dat die negativiteit zich alleen maar ophoudt. Kijk ook naar de positieve dingen. Maar men is systematisch steeds op zoek naar die negativiteit. Ik zeg het in zijn algemeenheid. En dat is iets wat is zorgelijk in deze onze samenleving. We zijn een kleine samenleving. We hebben onze specifieke problemen. Het onderwijsveld heeft zijn problemen. De sector zit vol met problemen. Maar als we het natuurlijk gaan aansterken met allerlei negativiteit. Dus ik zeg altijd, wees voorzichtig met generaliseren. Dat er problemen zijn, ontken ik niet. Dat er issues zijn, ontken ik niet. Maar soms, zoals het wordt gebruikt, wordt het allemaal veralgemeniseerd, gegeneraliseerd, dat het niet deugt. En daar ben ik een beetje voorzichtig mee. En misschien druk ik me een beetje ongelukkig uit. Het is niet zo bedoeld, maar soms denk je bij jezelf, ook als minister, vanaf ik op stadsmorgens tot de avond krijg ik appjes van mij, de meest vreselijke verhalen. Wanneer je erop doorprikt, weet dat verhaal helemaal niet waar te zijn. Hele nuances. Uw tweede vraag. Wat heeft dat betrekking weer op? Gepensioneerden. Dat is een heel goed punt. Bij dat punt van natuurlijk ondersteuning geven aan die zwakke leerlingen die dit nodig hebben, is zeker de bedoeling om bij de remedial teaching, zoals we het mooi noemen, inderdaad te kijken naar de mogelijkheid van het inzetten van ervaren gepensioneerde mensen. Dat is iets wat we al in ons hoofd hebben en ook gaan doen, dus dat gaat er echt aankomen. En op uw slotvraag zou ik heel kort willen zeggen. Ik heb het al uitgelegd gisteren bij IBC. Het is makkelijk in de mond genomen over rancune. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen op dit ministerie. En we hebben lange trajecten gehad om te praten en te kijken naar mijn management, naar een aantal mensen. En we hebben gezien gewoon dat er een aantal dingen gebeuren. Ik heb op een hele nette manier gesproken met de dames die jij doet. En wij hebben daar afspraken over gemaakt. En dat heeft gesorteerd afgelopen dagen dat we de afspraken hebben gemaakt. Dat we even pas op de plaats maken. En niet meer dan dat. En ik zal voorlopig niet communiceren met de media over de inhoud van die gesprekken. Maar ik heb op een harmonieuze manier, zo beleef ik het als minister, afspraken met ze gemaakt. Dat ze even terugtreden. De eerste dame in dit geval, dat is directeur beroepsonderwijs. Gaat de andere oriëntatie doen en de andere gaat gewoon op dit moment even uittreden en dan gaan wij samen binnen 4 tot 6 weken kijken wat we voor haar kunnen betekenen. Zo zijn we uit elkaar. En wat men wil maken van dat verhaal, neem ik voor risico van anderen op dit ogenblik. En ik ga mij niet bezighouden met deze case, maar er is enorm veel werk op mijn ministerie. Ik moet mijn energie aan andere dingen gaan geven, alsjeblieft. Ja, dankjewel minister. En daarmee zijn we gekomen aan het eind van deze persconferentie. Als er geen afsluitende opmerking meer is van een van de sprekers. Misschien kan ik toch wel even ingaan op de vraag van mevrouw Boetius met betrekking tot de leermiddelen. Ik heb hier toevallig het bestek. Het bestek voor de levering van leermiddelen, schooldocumenten, schoolbenodigdheden, kleuter- en handenarbeidmaterialen, schoolmeubilair, schoolmaakmiddelen. En drukwerken. U kunt straks een kijkje nemen. En dan zult u zien hoeveel we allemaal niet bestellen en bestellen aan, noem maar op, aan leermiddelen. U gaf daarnet aan dat er altijd een tekort is. Ik zeg niet dat het niet kan. Wat er misschien kan zijn gebeurd, is dat de school misschien niet op tijd, binnen een week, binnen 2 weken, over de boeken heeft kunnen beschikken. Wat ze dan doen, is dat ze dan vragen aan de ouders om een vast te kopiëren. Dat is de
Aan de ene kant kan ik het misschien snappen, aan de ene kant weer niet, omdat ze dan wel over de leermiddelen beschikken. We hebben bezoekjes gebracht aan scholen in magazijnen. En daar hebben we wel boeken zien liggen. En dan vraag je je af, is dat de werkwijze? We zien nieuwe boeken staan in de magazijnen. Daarmee wil ik afsluiten. Oké. We gaan afsluiten. Ik wil de pers, de staf en natuurlijk de medewerkers van het ministerie bedanken voor de voorbereiding voor vandaag. We geven een toeluik naar het volk ook wat we aan het doen zijn. Laten we ons concentreren op een aantal belangrijke zaken die gaan gebeuren de komende tijd. We gaan de koers bepalen met een mooi congres in voorbereiding. We zetten onze onderwijsvernieuwing gaan flink aan de operatietafel om goed geëvalueerd te worden. Om de nodige adviezen te geven voor het nieuwe schooljaar. We zijn aan de voorbereidingen bezig van het nieuwe schooljaar. En het ministerie heeft heel veel werk te doen. Op vele vlakken moeten we natuurlijk de nodige voortvarendheid oppakken om beleid te ontwikkelen. Daarvoor ben je ook minister om je liever bezig te houden met concrete beleidszaken. Maar we zien dat er grote achterstanden op vele gebieden zijn. Infrastructuur, leermiddelen. Er zijn enorm veel vraagstukken nog. Ons land is in een hele dynamiek van ontwikkeling gekomen. En dat drukt op zich door. Dus infrastructuur in de districten vraagt de nodige aandacht. We hebben een heleboel extra taken erbij. Van accreditatie tot... je moet je voorstellen dat we zelfs nu bezig zijn met... het bouwen van scholen, schoolvervoer op orde brengen. Dat zijn allerlei terugkerende zaken met hun systemen. We hebben te maken met begrotingstechnische problemen waarbij we schulden moeten inlossen. En we moeten tegelijkertijd de bestaande beperkte middelen ook inzetten op optimale manier. Maar dit alles toch brengt tot op het punt dat we het centraal doen om het onderwijs toch in de Republiek Suriname levendig te houden. En we doen het allemaal voor onze kinderen. Ik wil in elk geval vanuit deze plek mijn staf en in elk geval directie bedanken voor de inzet tot nu toe. We hebben moeilijke weken gehad, maanden, trouwens het hele schooljaar. Ik kom het aantreffen ook in mei. Maar ik heb toch op een prettige manier deze maanden met hun mogen werken. En we gaan ook de komende tijd flinker tegenaan. En ik dank u in elk geval voor hier te zijn. De kritische vragen die zijn gesteld, wij proberen optimaal te antwoorden. En er zijn vast wel nog heel veel aspecten die besproken worden. Ik vind het contact met de pers, de media heel belangrijk. Van waar we ook deze moeite moeten doen. Jullie zijn kritische vertegenwoordigers van het volk. En dit ministerie is transparant wat dat betreft. We zullen vaker de mogelijkheid creëren om verder... over het ministerie of onze producten, onze voortgang op het ministerie met u te praten. Hartelijk dank. Yeah.